ik ben toch actief voor de 1. Succes, man. Succes. Ja, succes iedereen. Succes. Ja, succes. Plezier. Succes. Ah, ik weet dat. Het is gewoon delivery. Ik had een andere livery deze week. Zo. Hallo. Elvis, lekker. Jumpstart. Wat zeg je, Rob? Je gaat niet daar proberen, toch? Royal, dankjewel voor die follow.
Die Robba die is aan prikken, jongen. Ik zie hem kijken. Hier dan, hier dan. Is er hier een gaatje? Kan maar allemaal niet. Deze baan is lastiger inhalen dan je denkt. Yep. Maar ik ga vanzelf fouten maken. Dus, nee, ja, dat is de eerste al. Haap het gewoon even vol, anders. Ik doe mijn best. Moet wel niet. Het enige wat ik probeer is banden te managen. Dat ging de vorige keer zo grandioos mis dat ik nu gewoon elke bocht gewoon bang ben. Juice komt ook langzaam dichter bij mij nu. Hey. Gaan we al Bon Hamilton doen, coach? Ik zie het, ja. Smash en ik deden hem ook. Met Smash zou ik toch iets zenuwachtiger zijn? Maar dat heb ik gezien vandaag, man, dat filmpje. Ja, ik was met mijn linkerhand met de controle bezig, want mijn PlayStation ging uit binnen 10 minuten. Oh, nice. Dat is wel een dingetje. Maar jullie hebben dus Nürburgring in het donker gedaan? Ooit. Dat is echt... Sprintrace. Dat is wel lang. Nee, ik hoor het cijfer. Nog rare. Ja, ja, die bedoel ik, ja. Spannend. Zwaar, Juiced? Hm? Heb je het zwaar? Ja, best wel. Beetje te zweet hier. Oh, fuck. Leidt me niet af, ja. Ik heb dezelfde fout gemaakt. Oh. Oh, kut. Ook nog een tijd. Ik ook. Bijna Jonne van de baan afgereden. Thank you.
Jensen en Robba. Ja, ik had toch een penalty, dus ik dacht, nou, ik leef hem maar gewoon meteen in. Ik schrok van Niels dat hij op de weg. Oh, deed hij je Max Verstappen? Ik zat gewoon naast hem, ja, hij heeft daar toch niet van te schrik. Wat een lul is dat, zeg. Ja, ik had een penalty, dus daarom, ja, ik had een penalty, dus ik remde maar gewoon eerder zodat ik die kon inleven. Oos. Ja, dat was mijn fout. Maar ik zag je ook heel laat. Ja. Raak je me? Nee, toch? Nee. Oké, beter. Dat is niet erg. Ik hoop niet. Nou, het was niet heel hard, het was wel zo licht. Ah, sorry man, Jonna. Sorry man. Harde bandjes. Race etiketten, jongens, race etiketten! Ja, ik had het goed hoor. Die bandjes zijn wel wat een beetje te glijden. Ik ben op super soft gestart. Ze doen het nog best aardig. Oh, ja, bij mij ook nog wel, maar. Als je 30% opeens, denk ik. Als je dan opeens de slipstream rijdt, dan ga je wat harder. Dan ben ik een beetje verremd op Juno. Linkerkant is bij mij al bijna op de helft. Ja, bij mij 30% denk ik. Bij mij is het ook echt terror, maar ja, weet je, dat is mijn bandenmanagement. Is wel eenmaal ook gewoon terror. Ik kan ook nog wat lol uit, hè, op deze manier. Ja, toch. Ja, ik zie mooie battles vormen, hoor. De hele tijd. Ga je eerst, Johnny. Blijven jullie maar battelen. Ik kom steeds dichterbij. Glijdt hier. Hardere bandjes volgende keer, Smash. Ja, moet ik ook doen. Ja, Robbo, dankjewel! HE, goede avond iedereen. Goedenavond man, dankjewel Elmo, dankjewel voor de resub. Ik
zie al een paar de pitten duiken. Dat vind ik wel heel erg vroeg. Leesnoppertje. Ja, dan nog. Prima. Home run! Gonna take some time to do the things we never had. Zie je hierna nog een keer 15 rondjes uit en daarna nog een keer, wat is het? Zoiets. Ja, ik heb mijn pitstopstrategie toch? Lekker waar. De bandenfluisteraar. De bandenfluisteraar. Ik ga je heel zacht behandelen. Ik zal alleen maar in rechte lijnen remmen. Eigenlijk is dat niet waar. Hier doe ik dat bijna niet. Ik doe hier heel veel trailbreaking. Dat moet ook wel, oh ja. Ja, ik wou het zeggen. Kan hier ook, op heel veel plekken kan het hier ook niet anders, ja. Ja, bocht 1 sowieso en de laatste twee bochten sowieso. En bocht die schuin naar beneden afloopt ook. Oh, dit is hier wat bocht. Nee, dat kan niet. Last van de bandjes te krijgen, Niels? Ja, maar dat komt door, ja. Met controller, ik weet niet wat het is, ik kan nooit goed banden managen, helemaal op deze game. Ja, maar dat is toch ook. Ja, ik helemaal nu, ja. Maar fuck it, dit zit. Hoeveel procent zit je nu? Ja, één band zit ik al wel richting de 60 plus procent. Oh, wow. Nou, trouwens, dat is helemaal niet zo gek. Ik zit ook op 50% hoor. Links voor bij mij het ergste. Ja. Ja, rechts voor ook wel, omdat je de hele tijd natuurlijk die curb pakt. En kom alleen links achter is het bij mij verschrikkelijk. De rest is 80%. Ah, je bent zo laf uit Niels. Fuck it, ik ga hier gewoon achterna dan. Ik weet niet of ik de juiste beslissing hier neem. Nou, even wat voorzichtiger doen met mijn bandkeuze. Nou jongens, we wachten een kwartier voordat überhaupt de auto in één keer aankomt rollen. Ja, dat zal het zijn, man. Het is zo irritant. Oh. Ja, ze staan wel opeens eerst, hè? Ze kan hard gaan, maar hij is de eerste. Ja. Let's go. Ah, ik ga zo ook naar binnen, man. Ja, ik ook. Jij ook? Ja. Op wat rij je dan? Niks meer van de banden over. Nou, net 1.34, maar dat is wel redelijk dramatisch. Hey, je bent achter mij terechtgekomen, Niels. Ja, ja, ik moest meer fuel erin gooien. Ja, jij zat op 33 en ik zat op iets van 18 of zo. Waar is Tinkert? Zit hij mij af te kijken? Heeft. Nee, dat kun je gewoon zien als je pit staat, gewoon hoeveel ze hebben. Ja, ik zag dat ook. Want Robba had nog minder, die had maar 10 of zo. Hoe kan dat dan? Ja, die auto's verschillen gewoon natuurlijk. Dat, en het is met ook hoe je op je gas gaat elke keer natuurlijk. Ja, zo'n groot verschil kan er toch niet in zitten tussen ons. Als je de tijden ook ziet en de afstand. Screenshot, nu kan ik naar binnen. Ja, lekker spelen. En gewoon nu disconnecten, hè? Ja, kut. Ja, kut. Kan er niks aan doen, ben ik weer genaaid. Ja, ik was aan het winnen. Godver, ja. Godver. Thank you.
ik bijna niet. Ingaan. Ja, we hebben inmiddels al zo vaak op Red Bull ingereden, inmiddels moet je dat wel beter, Smash. We zitten vlakbij start-finish. Meent. Ja. Altijd een goede tip. Dat ik wel enjoy. Zeg dat wel even, Er was niks aan de hand. Ik zeg, dus in één keer zie ik ook wat rood knipperen achter. Kan dat nou? Lekker is dan opnieuw banden naar buiten gaan. Nou, bij deze game heb ik dat inderdaad. U leent trouwens ook wel. Ja, ik wou zeggen. Ik vind het hier altijd wel meer merkbaar dan Formule 1 hoor. Ja, hier merk je het wel echt meer op het idee. Maar ik heb hier ook wel gewoon verloop van tijd. Bij mij op een gegeven moment ga ik gewoon echt 3 seconden langzamer als aan het begin van de stint. Zonder dat je echt door hebt ook hè? Nou, ik heb het hier wel door dus, omdat ik af en toe heb je het wel door bij anders zijn. Maar bij Formule 1... Af en toe bij die hele snellere bochten heb je dat niet echt altijd even door. Ja, bij Formule 1 merk ik het vaak niet eens, maar dan zie je wel gewoon je rondetijden echt helemaal vernacheld zijn. Jezus. Zo, enjoy, Jezus. Frank gaat een beetje fout. Hij gaat denk ik een koosje doen. Doet hij goed, kleine one-stopper eruit persen. Het heeft mij 2 keer podium opgeleverd, dus... Terwijl er echt mensen achter mij zaten die echt sneller waren oprecht. Mijn grootste zwakte in deze game is gewoon by far gewoon dat bandenmanager in de race. En op een one lap ben ik eigenlijk altijd wel redelijk snel in ieder geval. Ja, daar ben je altijd al wel geweest, ook met Formule 1 wel hoor. Ja, met Formule 1 heb ik een stuurtje en dan kan ik toch wel beter mijn banden managen. Ja, tuurlijk. Veel meer nuance in je stuur. Ja, en in het gas geven en remmen ook. Ja, zeker. Daar gaat die Gun Devil. Ik weet niet meer hoe bocht heen moet. Het gaat niet meer. Naar rechts. Oh, vandaar. Ja, graag gedaan. Ik ben zo bang om elke keer te spinnen hier, Niels. Ik wacht ook totdat mijn auto rechts staat hoor, om met gas te geven. Maar zelfs dan is het nog wel eens gebeurd, man. Omdat je net op die curb raakt of zo, weet je wel. Ja, ik speel met Traction Control 2, dus ja. Ik 1 op dit moment.
Ik durf het echt niet. Ik heb met de oefenen heb ik gewoon de hele race 0 gedaan. Ik durf het niet, man. Dat ging prima trouwens, hè? Moet natuurlijk wel kunnen, maar ja, kijk, het probleem is... Waarom zou je het risico nemen, weet je wel? Ik denk niet dat het verschil gaat maken, laat ik het zo zeggen. Ik denk het eerder dat je... Het zou juist eerder dan banden gewoon kosten, omdat je gewoon... Juist je banden wel een beetje erdoor sloopt. De traction control? Ja, man. Echt? Je wheelspin. Ja, minder wheelspin, toch? Ja, zonder traction control natuurlijk. Als je dat doet, dan... Was het juist tire wear en dat is gewoon. Weet je, dan zou je misschien kun je wel op één ronde wel sneller zijn, maar. Over een hele race ben je bijna nooit sneller dan. Ja, ik heb nu ook. Met de ervaring van de eerste twee races heb ik nu ook op één gezet, man. Dat mijn banden zo snel naar de tering gaan. Ja, voor mij is het gewoon uit een soort van zelfbescherming. Ik wil niet dat risico nemen. Ik zou hem misschien wel naar één kunnen doen, maar ik vind het gewoon met de controle heb ik het gewoon net niet goed genoeg gevoeld. Nee, je stuurinput zijn te heftig de hele tijd. Het ligt ook heel erg aan je auto, hoor. Die Nissan is sowieso... Ik heb die Porsche. Met die Porsche is het stuk makkelijker dan... Ja? Met een Nissan goed, met de Supra. Met de Supra is dat helemaal moeilijk. Ik vind juist die Porsche... Ik vond hem zo zenuwachtig van achteren. Ik had daar echt heel veel moeite mee. Daarom heb ik hem nooit genomen. Ja, ik heb ook meer. Hij heeft best wel een scherpe insturen. Daarom is hij ook zo zenuwachtig, heb ik het idee. Moeten we echt mee kunnen rijden. Kunnen. Ja, het is gewoon niet mijn auto. En deze Nissan. Heel fijn ook, man. Ja, hij is niet de snelste. Maar hij rijdt wel. Hij is wel heel snel, hè? Hij rijdt wel van nice. De snelste. Maar hij is wel een van de snellere op de straight gewoon. Ik had eerst die McLaren. Die was zo goed. Ja, maar die was ook heel zenuwachtig. Oh man, die op Monza, dat is geweldig. Die McLaren BMW toch? Die bedoel je? McLaren F1. Ja. Dat is echt een fijne auto, man. Dat squeezed hem wel echt uit de apex. Als ik hem daar had laten staan, dan had ik een crash. Ja, dat kon niet, man. Ik zit zo ver voor je. Hoezo? Ik zat naast je, dude. Nee, joh. Ik remde extra vroeg, omdat ik zag dat jij me zo weinig ruimte gaf. Dat ik gewoon wel moest. Ja, het maakt me niet uit. Ik zat je wel te knijpen, maar... Laat ik het zo zeggen, dat ik een halve auto lengte nog voor lag. Ja, dat was niet helemaal... Het maakte niet heel veel uit, maar... Daarom ging ik ook half naar rechts op het begin, zeg maar. Ik denk van, dan redt hij toch nooit. Beetje poken, weet je wel, maar... Ja, dat is erg. Hoe ver liggen de Juice achter jou dan? Bijna 5 seconden. De laatste paar ronden iets meer geworden. Ja, dat was mijn volgende vraag. Wordt het meer of minder? Ja, het wordt iets meer. Maar dat komt omdat hij ook al eerder naar binnen is geweest. Dus ik denk dat hij nu alweer... Jonna is nu ook al voorbij, dus... Ja, hij ging wijden in bocht 1. Alweer. Leuk te zijn. Vooral deze bocht leek me lastig, Niels, voor jou. Die naar beneden. Ja, is het ook. Ja, is die ook. Maar je moet ook, daar moet je ook echt heel lang wachten voordat je echt op het gas gaat, eigenlijk. Ik denk dat mijn laatste sector
over het algemeen mijn beste is. Wel, hij zou zeggen de eerste sector, toch? Daar krijg ik de hele tijd paars, maar... Ja. Ja, nu ook tijdens de race weer, maar... Misschien is het wel bug, want ik krijg hem ook in het paars. Dat komt gewoon dat de persoon die misschien de snelste ronde heeft gereden, die rijdt misschien gewoon niet zo heel erg hard in de eerste sector. Dat zou heel goed kunnen. Dat zou ook heel goed kunnen. Wie heeft er nu? Robba. Robba. Ik heb geen idee wat die laatste sector heeft gedaan. Jij gaat ook wel goed die laatste sector inkozen. Vooral dat stuk doe je goed. Ja, die heb ik ook wel zitten oefenen hoor. Dat was namelijk mijn slechtste. Maar ik weet dat Robba, die is in die laatste twee bochten echt heel goed. Net de hele tijd in ieder geval. Jij bent goed, Koos, maar Robba is echt heel goed. Zak is dik dan. Ja, hij rijdt voor je, of niet? Ik ben een streamer, hè. Ja, kik hem zo wel. Terecht. Nee, Robba kennende maakt hij gewoon weer een fout in de laatste ronde en dan pak ik hem. Nee, veel meer of zo te komen. Is dat afgesproken, Robba? Wat zei je? Dat jij gewoon in de laatste ronde weer een fout maakt? Ja, maar dan heb ik al zo'n voorsprong van mij. Oké! Wat is hier gaande, mensen? Oké, ik ga nu mijn best doen. Ja, nu pas. Probeer wel een beetje coast to pace op het moment. Ik wou net zeggen, we rijden wel heel consistent samen. Ja, maar ik weet het. Jij rijdt gewoon consistent met goede bandenmanagement. En ik probeer gewoon een beetje hetzelfde te doen. Als ik mijn banden gewoon niet sloop. Al heel wat. Hoe ver is Jonne achter je? 7,5 seconden. Oh, oké. Okay. Ga wel. Op Alves, ik kom Alves, zo langs, kan dat nu? Langs zij. Ja, kom maar langs links. Ja. Thanks. Oh nee, dat maakt toch geen zin. Reet uit. Kom. Oh. Thanks, Alves. Je mag, Niels mag je wel tegenhouden hoor. Hij heeft hem al langs gelaten, joh. Zo. Wat een goed zak is het ook, hè? Wat? Oh nee, niks. Ik zal wel naar de race wel eens kijken. Alright. Maak er even een foutje, dat kost me toch weer bal. Raakt hij het grind ook? Nee, het was meer gewoon dat ik gewoon net wat te laat rende en toen stuurde ik net ook wat. Daardoor stuurde ik. Wou ik net wat te vroeg instuurd terwijl ik nog echt vol aan het rennen was en dat moest ik gewoon niet doen. Krijg je even een moment, heb ik altijd even een moment.
handig. Wat gebeurt er? Wel, ik mis de bocht en ik denk er is een buitenroute. En die eindigt in blokken beton. Oeh. Oei. Daar zit ik nu nog vast. Buitenroute? Ja, maar kijk de map ook. Kijk de map. Kijk het kaartje waar die zit. Ja, zie je hem, hè? Ja. Hij kan ook hier resetten ofzo. Dat is toch wel knap, moet ik ook zeggen. Ja. Jij moet bukken, dat is een goed genomen. Krijgen we hier een zaagdraai op een motor naar de tyfus? Gele vlag hier ook in Duitsje. Oh, nou weet ik weer hoe ze achteruit werkt. Dus terugschakelen. Precies, die moet ik vasthouden. Ik zat op mijn rimpedaal, dat is een ander spel, denk ik. Ja, daar kom je niet vooruit. Dat is GTA. Dit is GTS. Ik was redelijk tevreden tot nu toe, moet ik zeggen. Is wel het is. Weet je wat het is? Je hebt wel de mooiste locatie hier uitgezocht om even stil te staan. Zeker. Ga je weer voor een instop, coach? Maybe. Als de banden het houden. Ze zitten nu op 20%. Je redt het toch nooit met fuel, dan moet je echt een super lage fuel mode rijden. Ja. Niet wat je rijdt, maar. Ik ga hem straks op 4 zetten. Oh, ik denk dat ik je buitenroute heb gevonden, smash. Ja, lekker hè? Nee, heb je hem ook even gepakt? Je ziet er wel, hoe heet het, aanlonkelijkheid. Ja, je denkt, daar kom ik er wel weer uit ofzo. Maar hoe zijn jouw banden nu dan, Niels? Ja, redelijk. Ja, maar hoeveel procent zit op 20? 25, 30 ofzo. Nou, daar zitten we redelijk gelijk inderdaad, ja. Kijken of ze er een nieuwe auto onder kunnen zetten. Als ik viel ga ik het nooit redden. Uiteindelijk. Jawel joh, als je nu nog lage engine mode zou kiest. Ja, het zou misschien kunnen. Ik zit, het scheelt echt heel veel hè. Per ronde. Zit Jonna nog achter je? 10,3. Veel penalties eigenlijk? Eén heb ik er nu gehad, volgens mij. Ik pak er elk rondje één ongeveer. Maar dat was, omdat ik toen in de slipstream zat bij Juiced. En die ging die klapte uit de bocht en toen ging ik ook. Ja, je had net ook een penalty trouwens, bij de laatste bocht volgens mij ging. Oh ja, klopt. Ja. Ik heb er twee gehad. Ja, nee, klopt. Ik heb er twee gehad. Ja, ik heb ook al 20 of zo gehad. Nee, 2 zei ik, niet 20. Nee, Juice, ik weet niet wie het zei. Iemand ja, zei dat. Bijna elke ronde. Ik krijg ze ook echt fucking veel, man. Lekker naar het einde, Koos. SCT Racing TV. Yep. De ronde is het? Damn. Nou, 49 seconden balfits. Let's go.
ik ga rechts staan voor die vier leiders. En allemaal langs links kan. Daar zit nog wel 8 seconden tussen hoor. Ja, oké. Okay. Ja, ik zie je alvast. Ja, blijf staan voor de bocht. Gracias. Je zit er vlak achter. Niels, 7,5 seconden. Na de bocht, Niels. Oké, zo cool, ja. Nevel zit er ook achter. Hoe kan jij ineens op 7,5 staan dan, Niels? Ik heb meer fuel nodig, denk ik. Ik heb misschien ook wel een beetje te veel fuel erin gegooid, maar... Ja, liever te veel dan te weinig, man. Ja, daarom ook. Man, de hele tijd, joh. Ja, weet je wat helpt? Binnen de baan blijven. Nou, klopt. Harde remmen. Banden rijden dan juist? Medium, ja? Yeah? Hard. Hard? Hard? Ja, what the fuck? Ja, ik heb met controle, een 2-stop? Ik kan. Ja. Ik rijd super soft, soft, soft. Ja, ik heb super soft. Ik heb super soft, medium, medium gedaan. Ik heb medium, dat... super soft, maar die drukte ik ongeluk aan. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. En hard dan. Ja, ik herstel dat nog wel, ja. Maar dan maakt het wel sens, Niels. Dan maakt het wel sens dat je ongeveer dezelfde... hoe heet het? Slijtage ja, had. Ik had een redelijk vergelijkbare vergelijkbare tire, alleen ik had gewoon een van de compact. Ja, is goed. Bedankt.
nog maar langs. Oké, ik zet hem er hier wel even voor. Nee, want ik moet sowieso die penalty nog aflossen, want ik vind het een beetje... Laat, ik zit al de hele tijd op 2 seconden of zo, maar ik kan echt niet. 2 seconden, ja. Joh, dan zo. Ja, Robba is echt pleurensnel, man. Dat is niet normaal. En ik ga je zelf bump draften op het rechte stuk. Als het lukt. Ja. Robba en Jonna zijn echt van een andere planeet. Kom maar door. Aliens. Yep. Ja, ik heb toch wel een klein vermoeden van matchfixing, moet ik zeggen. Oh, die heb ik vandaag eerder gehoord. Ja jongens, zeg maar, was hij over de lijn? Ja, dat is moeilijk te zeggen, man. Ik vind het, precies, ik vind het, dat is het enige antwoord jezelf, dat je kan geven. Ik zeg, ik vind jezelf wel erg zeker van jezelf als, jij kunt zeggen van, nee, ja, was in of eruit, dat kun je toch nooit zien. Maar, dat kan gewoon. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik dacht ook dat hij uit was, maar het is gewoon echt niet te zien, man. Het enige camera standpunt zeg ik, ja, is binnen. Andere camera standpunt zeg ik, nee, die is uit. Je kunt het gewoon niet zien. Dat kan gewoon niet. Helemaal niet als... Je kunt het onmogelijk als VAR omdraaien. Kijk, als... Weet je, als de... Nee, dan moet je het echt 100% zeker weten. Als de grens gevlacht had, dan was het zoiets van... Nou ja, dan krijgt die het voordeel van de twijfel. Want ja, weet je... Precies. Dan is het niet zeggen, maar... die elleboog van Openda dan, was dat rood of geen rood? Hij moet het gewoon niet doen. Ik zweer je, ik denk dat hij hem niet eens raakt. En je weet dat er een VAR staat, en je weet dat ze hem dan in slow motion gaan kijken, en alles ziet er in slow motion pleuris erg uit. Dus het is echt super dom. Dom, man. Ja, echt super dom. Zijn er Vitesse supporters hier trouwens? Ja, ik hoor. Je bent van Ajax opgekomen. En Vitesse. Ah, lekker man. Ik wil ook op Vitesse. Kan ik kiezen? Ik kan echt niet kiezen, nee. Ik heb jarenlang seizoenkaart gehad van Vitesse ook. Oh, nice. Ja, man. Alleen, nu niet meer. Want ik mag niet een clubkaart en een seizoenkaart hebben. Mag dat niet? Nee, mag niet. Maar voor Vitesse kun je altijd een kaartje krijgen, toch? Ja, precies. Daarom. Dus ik koop ze gewoon los. Heb je al de juiste beslissing gemaakt? Want ik wil gewoon naar Europese wedstrijden van Ajax, weet je wel. Ja, dan kan ik geen Vitesse seizoenkaart hebben. Dat is zo kut. Hij was naar Vitesse toe dan? Ja, joh. Ik zit altijd op site. En we drinken ook altijd van tevoren een pilsje in het supporterzone. Gezellig. Ja, absoluut. Ik kom door een paar, man. Binnenlandse zaken. Wat zeg mijn je vader is namens zeggen geboren in Arnhem, maar ik kom er zelf niet vandaan. Ja, komt door binnenlandse zaken als je niet voor 2 clubs kunt een abonnement kan kopen. Komt nee, door, het komt door de bielen. De hooligans. Ja, ik wou het zeggen, het komt door de bielen, man. Helaas. Bij ons hebben ze dat in de jaren 2000 ook allemaal beslist. Je mocht Het is, maar heel eerlijk, het is gelul toch? Ik heb nog nooit wat op mijn kerfstok gehad. Kijk, als je nou een dossier hebt en een geschiedenis, zou ik zeggen... Ja, als jij ergens een stadionverbod hebt gehad of een weet ik veel, een politie, iets van de... Ik heb nog nooit wat gedaan, man. Strafblad, iets in de richting. Ik ging een paar jaar geleden ging met Vitesse naar Rome. Toen heeft mijn moeder maar een seizoenkaart of een kaart gehaald. Want mijn moeder heet Jacqueline Moten en ik heet Jacobus Moten. Dus op het kaartje staat J. Moten, weet je wel. Heel slim. Nee. Ik kom aan in het stadion bij Roma. En ja, dit ben jij niet, hè? Uh-oh. Dat is niet zo, hè. Dus helemaal naar Roma. Ik ben een transgender. Het liefst gewoon een Nederlandse jongensnaam. Ik ben ook niet, 60 jaar. Ja, dan wordt het erg lastig. Dan wordt het een erg lastige cel. Maar hij liep me naar binnen. Ik zei, alsjeblieft man. Ik ben hier met mijn vader en mijn broertje. Ik wil gewoon voetbal kijken. Ik ga echt niks doen. Ik ga jullie fontein niet slopen. Laat me naar binnen. En hij liep me naar binnen. Dus eind goed al. Maar dat is wel voor mij de reden. Wacht even af. Dat is voor mij wel de reden om dat nooit meer dat risico te nemen. Dus als je dan helemaal naar buitenland gaat en je wordt geweigerd. Dat vooral, ja. Als je naar een Europese wedstrijd gaat, dan is het echt super kut. Sorry, wat wou je zeggen, Alvis? In Engeland krakt je er helemaal niet in. Daar moeten ze de kip
ticketscanners samen in dit derde. Luister, Alvest. Ik ben in 2013 ben ik naar Manchester United Ajax geweest met vrienden. En, ja. Maar dat uitvak was meteen uitverkocht, weet je wel. Echt meteen. Dus wij hadden supporterskaarten van Manchester United genomen, clubkaart. Dat kan wel. Je kan wel van het buitenland doen. Dus we hadden clubkaart gekocht en daarmee kaart gekocht voor Manchester United Ajax. Zat ook naast het uitvak. En toevallig echt heel veel vrienden, wisten we niet eens van elkaar, gewoon heel veel kennissen die we kenden via het voetbal, waren daar ook. Ja. En in één keer krijgen wij een telefoontje van ze, jongens, pas op, ze pakken van iedereen de kaart af, dit en dat en bla bla bla. Ik zei, ah, kut. Maar toevallig kennen wij een Engelse gast daar, ook een Ajax-seat, maar wel een Engelsman. En we moeten met jou naar binnen. Je moet gewoon een praatje maken met die uitsmijters, weet je wel. Zodat ze horen dat je Engels bent. En dan lopen wij gewoon knikkend bij je achterna. En een vriend van mij, die had een heel Manchester United trainingspak. Ik zeg, geef me jouw Jack. Dus ik heb de Jack van hem aan. Eentje heeft nog een sjaaltje gekocht even ergens onderweg. Weet je wel, om eruit te zien als een Manchester United supporter. En we komen bij het stadion. Ah! En ondervraging, jongen, ondervraging. En die jongen... Ik heb een poepert genomen net. Die jongen waarvan ik de Manchester United Jack heb, die kwam niet binnen. En zijn we helemaal naar Manchester gegaan. Met de auto ook nog eens. Met de auto inderdaad, ja. Holy shit, ja. Dat is wel even een stukje ook. Maar ons hotelkamer was 404. Ik heb samen met de andere vrienden hebben we voor hem een Manchester United shirt gehaald. Met vak 404 als rugnummer on tour. Ja, ze willen het helemaal gewoon aanpassen in nu. Ik heb geen idee, joh. Voor binnen te geraken in de stadions. Maar als neutraal supporter te kijken naar Ajax PSV, allee, of PSV Ajax, wat het nu is. Ja, neutraal supporter, je bent een Belg, je bent gewoon voor PSV, zeg maar. Ik zeg, ik ben niet voor PSV, ik ben ook niet voor... Of dat de bal nu overdraaien of niet was, ik heb uw voorbeeldje gezien op Twitter, met die grote bal, met die plakband. Ja, ja. En als ik van boven zie, zeg ik sowieso, de bal is op de lijn. Ja. Ja, het is er echt niet te zien. Ja, maar dat is ook met die doelpunttechnologie, weet je wel. Dan, je gaat vanuit dat klopt. En soms zie je ook dat zo'n bal echt gewoon 1 millimeter niet over de achterlijn is. Weet je nog ooit met Lampert op een WK? Was 2006, ja, denk ik. Oei. Die was op zich wel te zien, man. Ja, zou je denken? Maar, je zou het haast zeggen. Maar dan vind ik het heel kwalijk voor het voetbal dat de VAR niet zijn verantwoordelijkheid pakt en zegt... Oh, was het Gerard? Dat we een beslissing nemen en ze zeggen gewoon het is onze verantwoordelijkheid niet, terwijl dat wel zo is. Ja. Of dat nu in het voordeel is van Ajax of PSV, het is weer heel kwalijk voor het voetbal, want ik heb veel gezien op YouTube. Maar weet je wat het is? Ik heb ooit een keer een artikel gelezen dat ze die hardline technologie, dat is dan die doellijn technologie met dat trilletje en die watch van de scheidsrechter. Dat is gewoon dusdanig duur dat ze dat gewoon niet in alle stadia's kunnen neerzetten. Ik weet niet of ze dat inmiddels wel hebben gedaan. Maar als je dat ook voor de achterlijn... Maar ze maken gewoon bewust een beslissing van, joh, we doen het gewoon niet voor de zijlijn. Dat is toch ook omdat die drie momenten per seizoen... Maar ze is ook bij VAR. Dat is gewoon niet waard. Dan was het toch ook niet in de KNVB-beker, VAR? Dat was te duur. Nee, maar dat was dan ook met Nederland zelf. Die moesten hun eerste wedstrijd speelden ze tegen Turkije toen. En toen scoorde de licht een bal en die was gewoon duidelijk over de lijn. Die werd gewoon niet goedgekeurd omdat er geen doellijntechnologie was bij een WK-kwalificatie. Ja. Oh, ja, dat zijn kleine wedstrijdjes natuurlijk, WK. Ja, maar ja, San Marino speelt ook in de WK-kwalificatie. Ja, maar ja, daar moet je toch als bond moet je er toch voor kunnen betalen. Nee, maar je moet daar toch gewoon als bond voor kunnen laten. Vind ik wel. Ik vind dat de FIFA dat gewoon moet betalen, man. Daar ben ik het altijd mee. Nee, FIFA is vooral van het incasseren, dat begrijp ik.
is wel scheef, ergens wel. Ja. Yeah. Is het ook? Ja. Op een andere plek niet. Dat is toch hetzelfde als met het gras. De een heeft kunstgras, de ander heeft echt gras. Ja. Dat moet er ook gewoon gelijk. Moet gewoon een potje voorkomen, man. Ajax betaalt. Ja, of niet? Ajax betaalt. Nee, maar weet ik veel. Ajax betaalt gewoon zijn deel. En dat is ik ben heel eerlijk. Ja, Ajax klaagt toch ook het meest? 80%. Nee, maar Ajax klaagt toch ook het meest over kunstgras? Nou, leg het neer dan voor ze. Ze zeggen betalen. Geen nee, hoor. Ja. Ja, maar ik denk dat Ajax dat oprecht wil, maar ik denk dat de grote vraag is voor die kleinere clubs van joh, en dan als ze het moeten onderhouden, et cetera. Ja, nee, dan moeten ze het allemaal betalen. Maar ik bedoel, hey, jongens, die clubs, als je het geld niet hebt, dan heb je het geld niet, ja. Oké, even concentratie. Ja, ik moet ook mijn bek houden, want ik verlies tijd echt sinds ik aan het lullen ben nu. Ja, volgens mij was het. Ben je niet bang, ik ben ook aan het lullen, dus bij mij gaat het ook. Nee, maar je komt dichterbij, vandaar. Nou, ik had net al een penalty te pakken hoor, dus ik kwam net al echt al goed dichtbij en toen had ik in één keer een penalty in mijn broek. Lekker voor je. Ik word meteen alweer zenuwachtig, man. Maar Gundef, wat ben je aan het doen? Want vorige week was het precies hetzelfde, man. Toen had ik jou het hele rondje niet gezien, opeens de laatste ronde, toen vloog je er langs, jongen. Hij had veel hardere banden aan het begin. Hij rijdt veel hardere banden aan het begin van de stint, aan de eerste paar stints. En daarna pusht, kan hij gewoon veel harder pushen op het einde. Ik wou zeggen, vorige week kwam hij zo dichtbij bij mij. Zo, ik verneuk nu helemaal. Zo, nou hier mis ik de bocht, dus ik ben nu bang, helemaal. Je kunt nu alles doen wat je wil. Zolang je maar niet in het grind raakt, dan komt alles goed. Ik ga mijn best doen, man. Ah, valt mee, je hebt alles goed verloren. Nog niet eens. Ja, maar ik ben nu echt aan het struggelen namelijk, maar dat komt meer omdat ik gewoon een beetje concentratie ben. Ja, maar ik ook hoor. Maar toch, rondetijden vallen nog gewoon mee. Ik heb achter me geen druk meer. Dus ja, dan. Je hebt de drukken dan? Hoe groot is het gat? Ja, flink. 15. 16 seconden, bijna 16 seconden. Als ik dat nog weggespeeld krijg. Ik ga nu zo langzaam door die laatste twee bochten. Ah, dan gewoon kunnen buiten blijven. Oh. Ja, ja. Ah, al vies. Ja, dat maakt niet. Ja, ik had ook geen idee. Wat is er? Ja, niks. Laat maar. Ja, maakt het niet uit, Smes. Ik moest sowieso binnen, want ik kon niet battelen met u met mijn banden. Dus dat is toch slecht afgelopen. Van mijn rempunten en andere dingen. Ik kon toch niet verdedigen. Jammer. Maar je bent nu wel inderdaad flinke tijd aan het verliezen, Niels. Ik probeer nu ook niet meer. Ik probeer nu gewoon de auto naar de finishlijn te krijgen. One stop gedaan, Koos? Nee. Twee stoppen. Dat is op zich wel aardig, want ik finish nu met denk ik 30% bandenslijtage met softs. Ja, ik zit ongeveer op hetzelfde als jou, alleen ik rijd dus dan gewoon een volle compound harder. Ja, dat merk je wel in die rondetijden dan, hoor. Ik zit Robba. Ja, lekker Robba. Ja, gefeliciteerd, jongen. Dominant. Ik ben blij dat ik ook nog een paar rondjes heb mogen leiden. Volgens mij heb ik helemaal niet aan de leiding gereden vandaag. Jawel, voor je eerste pitstop volgens mij, Koos. Oh, waren zij eerder naar binnen? Ja. Nee, ik ging tegelijk met Koos naar binnen, dus dat was goed. En ik reed voor. Oh, dan was het iemand anders. Tweede plaats, jongens. Drie races op rij. Aan de leiding gereden. Podiumplek. Nice. Eerst podium, dit is lekker. Ah, lekker Niels. Verslaanheid. Ah, oh, lekker man. Maar Robba was echt niet te achterhalen, man. Fucking hell. Lago Maggiore. Raimondo. Lago Maggiore. Nee! Foutje. Ik zie Jonna nog voorbij, Gundevel.
Kut! Ja, die ging de pist nog in. Beetjes hoor. Hij had gewoon precies hetzelfde geflikt als net als vorige week, man. Wie ging de pit in? Gundevil. In de laatste ronde? Nee, hij pakte mij in de laatste ronde. Maar ik heb hem ingehaald omdat hij de pist nog in ging. Vandaar. Oh, kut. Dat is zeker een mooi baantje, maar Lago Maggiore is wel een pittig baantje, kan ik je vertellen. Ja, man, super track, man. Dat is mijn favoriete track, fantastisch. Dus maak je bos maar nat voor volgende week, man. Oeh, ik hou van deze Castrol livery, man. Echt zo fucking sick.